Binnenkort komt er een nieuwe misdaadserie op de Nederlandse televisie. Ik heb het over Smeres, een BNN-serie met Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van der Ven in de hoofdrol. Het leuke is dat de serie in Tilburg is opgenomen en daarom zijn wij vandaag op de première in Pathé. Ik ben benieuwd. Wat verwacht u van de eerste aflevering van Smeres? Ik verwacht gewoon een goede serie. Dus ik denk dat het er wel leuk uit zal zien. Waarom denkt u dat het een goede serie wordt? Ten eerste vanwege de cast. Ik denk dat het een goede cast is die ze hebben. En ik denk ook de manier waarop ze het opgebouwd hebben. Het soort serie spreekt mij wel aan. Dus. Het is een vrolijk duo en die speelt nu in een misdaadserie. Hoe denkt u dat dat is? Dat is wel een vraagteken voor mij. Er zijn meerdere acteurs. Hè. Buiten hun twee zijn er nog meerdere komische acteurs. Dus dat ben ik wel benieuwd hoe dat overkomt. Dat het geloofwaardig overkomt. Ja. Wat verwacht u van de eerste serie van Smeres? De eerste aflevering? Ik hoop een spannend Brabants verhaal. Een Tilburgs verhaal. Hoe denkt u dat Tilburg verder op de kaart gezet wordt? Goed, ik heb verschillende locaties gezien waar opnames zijn gemaakt en het zag allemaal heel professioneel uit. Dus ik verwacht er veel van. Veel plezier. Dankjewel. Belangrijk moment. Smeres, een film die over veel gaat, maar vooral over Tilburgers en over de stad en over hun avonturen. Een leuke stad ook om Smeres op te nemen. En als er nog eens een tweede serie gemaakt moet worden. Jullie zijn bijna ingeburgerd in onze stad. We maken op Talent Square wel weer een paar units vrij. En dan draaien we gewoon door totdat in Cannes op het jaarlijkse festival de Gouden Palm voor Smeres aanwezig is. Ik wens producent en acteurs veel succes. Ik dank alle vrijwilligers die meegewerkt hebben voor hun bijdrage aan de promotie van onze stad. En ik denk dat ik namens iedereen spreek dat we met spanning, maar verheugd, gaan kijken naar deze première van Smeres. Dank jullie wel. Mijn naam is Pieter Kuipers. Ik ben een van de producenten van Smeres. Mijn co-producent die zit erachter, dat is Sander van Meurs, Iris Otte. Wij zijn super trots op deze serie en we hebben met veel plezier samengewerkt met BNN. Dus dat is onze co-productiepartner en de omroep die dit gaat uitzenden. Dus ook BNN jongens, heel erg tof. Hoe vonden jullie het nu om op groot scherm met een heel publiek erbij jullie zelf terug te zien? Onszelf. Nou, ik vond sowieso de hele aflevering heel erg goed. Die vond ik echt heel erg leuk geworden. Ja. Ik zelf was er nog minder dan jij in te zien, denk ik. Maar dat gaat allemaal nog komen. Maar ik vond het wel, overal vond ik het wel echt gek hoor. Goede sfeer, gaaf gedaan. Ja, ik vond het heel tof. Hoe reageerde u toen u gevraagd werd of Tilburg de locatie mocht zijn voor deze serie? Nou, ik heb er wel even over nagedacht. Want het is natuurlijk een krimi. Je staat met misdaad op de kaart. En ik denk dat Tilburg is net zoals alle steden. Er gebeuren een heleboel leuke dingen, maar ook een aantal nare dingen. En ik dacht, ja, het is toch goed dat dit type series niet alleen maar in de Randstad gemaakt worden. Maar dat zo'n lekkere, gezellige werkstad als Tilburg, dat hij daar ook eens een keer mee nationaal op de kaart staat. Jeroen, ik begin met jou. Je hebt ja gezegd tegen de hoofdrol in de serie Smeres. Waarom denk je dat Smeres een succesvolle misdaadserie gaat worden? Dat is een moeilijke vraag. Waarom denk ik dat het een succesvolle misdaadserie is? Nou, ik denk in ieder geval dat de serie is gelukt. Dat is altijd afwachten, want je weet nooit. Kijk, je kunt zoveel van tevoren bedenken en doen. En totdat het uiteindelijk afgemonteerd is en klaar is. Dan zie je eigenlijk pas, dat werkt ook. Dus ik vond het heel fijn om nu aflevering 1 te zien met een zaal mensen die dan reageren op het moment dat je hoopt dat ze reageren. En ja, dat is het moeilijke met drama, met een klein beetje humor. Is dat de humor hoor je als het werkt, dan lachen ze. Maar je hoort niemand huilen natuurlijk als het dramatisch is. Dus maar het voelt heel goed. Ja, ik heb echt het idee. Ja, ik zou niet weten, het is dat ik zelf met Dennis in de serie zit. Maar als ik er niet in had gezeten,
Ik ben nu wel benieuwd naar aflevering 2. Dus ja, dat is het enige waar ik nu op af kan gaan. Voor de rest weet ik nog niet. Het is heel spannend. Je hebt natuurlijk ja gezegd tegen die hoofdrol, dus je had er vanaf het begin wel een beetje vertrouwen in. Ja, nee, natuurlijk. Maar je weet natuurlijk van tevoren nooit hoe zoiets gaat uitpakken. Ik bedoel, ik heb ook wel eens films gedaan waarvan je denkt, yes! En dan is hij af, denk je, oké. Het is toch anders. Maar wij zijn hier natuurlijk vanaf moment 1 bij betrokken geweest. Dus het is voor ons ook bijna een soort kindje geworden om het zo goed mogelijk af te leveren. Dus ook met montage mee bemoeien, met scripts mee bemoeien. Dus dan zit je er wel veel meer bovenop. Ja, ik ben heel trots op wat het is, maar uiteindelijk heeft de kijker toch gelijk. Dennis, denk je dat misdaadseries een trend zijn? Dat misdaadseries een trend zijn? Nou, dat sowieso volgens mij. Mensen zijn altijd geïnteresseerd in zowel de goede kant van de mensen als welke kant daar dan tegenover staat. En ik denk dat in Smeris dat soort onderdelen elkaar enorm goed kruisen. Dus, hoe komt dat, denk je? Hoe komt het dat misdaadseries het goed doen? Ik hoop bij ons dat het zo is dat Jeroen en ik spelen twee mensen die uiteindelijk proberen de echte rotzooi te gaan opruimen in een stad als Tilburg. En ik denk dat mensen ook wel graag zien dat iemand dat op zich neemt. En tegelijkertijd is het ook gewoon fijn om... Er komen ook een aantal bekende acteurs voorbij in deze serie die gewoon ineens enorme klootzakken spelen. Ik denk dat het ook heel lekker is om ze dat te zien doen. Ik denk dat de combinatie van die twee de leukste elementen daaraan zijn. Ja. Heb je een laatste boodschap voor de kijker? Nou, eigenlijk maar eentje. Kijken, godnaken, non-you. Wat vriendelijk. Nee, ik hoop dat jullie allemaal gaan kijken, dat jullie Tilburg zien terugkomen als een prachtige, beetje Amerikaans, bijna aandoende stad. Sexy. Ja. Nou, volgens mij moet je gewoon kijken. Dennis en Jeroen waren super enthousiast over het eindresultaat en de burgemeester was trots. Nou, ik moet zeggen dat ik ook eigenlijk best wel een trotse Tilburg ben. Ik kan maar één ding doen en dat is gewoon kijken. En jullie moeten dat ook doen. 17 maart op Nederland 3.